We doen het met z'n vieren, vier kunstenaars hier uit het straatje. Maar het idee is eigenlijk ontstaan na aanleiding dat ik toevalligerwijs contact had gehad met Irene ten Zeldam, onze wethouder hier in Almelo. En dat was tijdens de open atelierdagen in november, was dat afgelopen jaar. En ja, we hadden het erover dat het zo jammer is dat er zo weinig activiteit is hier in het straatje. En ook van de gemeente uit willen ze heel graag wat meer laten zien hier en de verbinding met de binnenstad. En vandaar ook dat ik contact gezocht heb met wat collega's van, goh, kunnen we dat niet met elkaar op touw gaan zetten vandaar. Maar nou bestond er altijd zoiets als kunststappen. Klopt, ik heb daarna geïnformeerd een aantal maanden geleden en dat leek eigenlijk een beetje doodgebloed te zijn. Ik heb erover contact gehad met bijvoorbeeld Johannes Dollen, die er ook altijd aan meedeed. En die zei ook van, nou, dat die eerste zondag van de maand loopt niet meer zo. Maar ik hoor nu dat het dus toch ook daar nieuw leven in geblazen is. En ook op die laatste zondag van de maand. Dus wie weet is het leuk voor een combinatie. Wie doen er allemaal mee hier in deze straat? Dat zijn Rob Koenders, nummer 6 en 8. Elsa Snijder, helemaal achteraan, zeg maar. En daarnaast Hilly Lucassen, die zit hier net nieuw. Maar in eerste instantie wij met z'n vieren. En we hopen natuurlijk dat er meer mensen zich aansluiten, dus daar doen we ons best voor. En ook de verbinding met de binnenstad. Het is natuurlijk een ontzettend leuk straatje hier. En er zijn diverse wandelroutes, kunstroutes, waterroutes. Ik weet allemaal niet precies hoe het heet. Maar dat is natuurlijk leuk om ook daarin opgenomen te worden. En er zijn meer initiatieven nog om ons gewoon iets meer op de kaart te zetten hier.